Het is heel eenvoudig. De tijd stopt op het moment dat je bepaald hebt of je doorgaat of stopt. En dat ik de nieuwe, willekeurige, opdracht in handen krijg. Ik zou zeggen, eerst maar even vragen voordat de tijd gaat lopen. Voor hoeveel gulden gaan we de eerste trede spelen? Want stel je voor dat je daar al moet stoppen. Dan heb je, als je hem afmaakt, 5000 gulden. Niet mis. Let op, het spel gaat nu beginnen. Welke opdracht wordt het? Overleg maar even en daarna zal het heel snel moeten gaan. Ja, 1. 1 wordt het. Ik krijg opdracht 1 en hij gaat lopen op het moment dat ik nu hem in handen heb. Wat is de naam van de eerste kibboets die in 1909 in Israël werd gesticht? Hallo! Encyclopedie, telefoon. Je mag er gebruik van maken. Ik herhaal de vraag. Wat is de naam van de eerste kibboets die in 1909 in Israël werd gesticht? Ria is aan het zoeken onder de K van kibboetsen, denk ik, in de encyclopedo. En Hajo is aan het bellen. Wie bel je, Hajo? Ik bel mijn buurman. Je buurman bel je. Die zit erin. Oh jee. Hij is in gesprek. Probeer anders op te zoeken in een telefoonboek. Het, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet, het consulaat. Ik heb geen idee. De vragen worden ons in de hand of in de schoot geworpen. Kibbutz. Een kibbutz is een Israëlisch type nederzetting van inwoners. Het is een soort, je gaat snel, hè? Op een van onze positie. Ga maar door, we moeten erbij staan. Het komt vanzelf. Wat gemiddel... was het ook alweer precies? De vraag luidt, wat is de naam van de eerste kibbutz die in 1909 in Israël werd gesticht? Even kijken. 1909, de eerste. Daar begint hij. Laten we kijken. Geef het op. Hè? Hier. Je geeft het op, waar? Degania. Degania? Ja. Luister. Nee hoor. Ja, 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 kom op. Dat is hem. Degania, kom. Ga je door of stop je? Ga je door of stop je? Overleg. 8:25. We gaan door. Wat wordt de opdracht? Ik wil hem nu weten. 2 wordt de opdracht. Tijd stopt als ik de opdracht in mijn handen heb en dan pas kunnen we doorgaan. Juist, 2 heb je. Mooi zo, zeg. Als je nou was gestopt, wat had je dan genomen? 5000 gulden of de prijs, jongens? Even snel. 5000. 5000 gulden. Wat hadden ze dan niet gehad, Pierre? Oh, stelt u zich voor dat we wat moeten stoppen. Dat was er van u geweest. Ik kan het nauwelijks zonder tranen in de ogen zeggen. Voorheen de vuurrode lotto-mobiel. Terug in de sterrenshow. Waren 10.000 gulden. Die had je dan gehad, maar je gaat door. We gaan vragen en de tijd gaat weer lopen. Voor hoeveel geld steken we ons nek uit bij de tweede trede met 8:17 aan tijd? 250 gulden. De vraag luidt. Hou dit draaiorgel tenminste 25 seconden mooi spelend. Hallo, dat is een zware. Hou dit draaiorgel tenminste 25 seconden mooi spelend. De notaris zit achter met iemand met absoluut gehoor. Stoppen, wat fantastisch. 7 minuten. Ja, stop de tijd. 6:53. Dat is verschrikkelijk veel. Daar gaan we, jongens. Je had een bedrag gehad. Ja, want dit spel gaat keihard door. Van 5250 gulden. Als je was gestopt, had je het geld gehouden of de prijs? Nee, we hadden het geld gehouden. Je had het geld gehouden. Wat hadden ze dan in plaats van de prijs gehad? 5250 gulden. Hij past bijna in uw rugzak als u gaat winkelen. Klein, handig, maar vooral zuinig. U hoeft de naam niet eens te noemen, u kent hem. Deze fantastische auto, die mist u. Waarde 14.000 gulden. De vraag luidt, en daar gaat de klok weer. Voor hoeveel geld steken we ons nek uit? 750 gulden. De ringspiraal staat klaar voor je. Ga je gang. 6:53. Terug.
trede, je hebt alle tijd. Alle tijd. Derde trede zitten we al. Ja. Stilte alstublieft in de zaal voor Veren. Even stil alstublieft in de tent. Dit is echt heel moeilijk. U hebt nog 6 minuten. Terug. Snel terug, snel terug, snel terug. Hou vol, hou vol. 6 minuten. Echt? Oh. Moet ik het even proberen? Niemand is direct over. Ik mag helpen bij dit spel, maar ik durf het je niet aan te doen als ik het niet kan. Terug, ja. Terug. Ik mag ook helpen, maar ik durf het niet aan te doen als ik het op mijn geweten heb. Oh, mijn hemel. Ik tril nog zo. Jij trilt van het orgel. Ja. Alvast die. Ik wil nog één keer. Nog precies 5 minuten. Moet ik weer? Mag niet. Kan je weer? Ja. Hou even stil alstublieft, want dit is echt heel erg als dit zou gebeuren. Dat zou verschrikkelijk. Neem hem overhand. Oh, wat verschrikkelijk. Alsjeblieft stilte, alsjeblieft. Hou vol, hou vol, hou vol. Ho, terug, terug, terug. Snel, alsjeblieft, alsjeblieft. De tijd loopt. 4. Geen goed dia. 10. We hebben nog 4 minuten en 10. Anders zijn we alles kwijt. Het kan, het gaat goed. Nog precies. Snel even. Nou, nu geld. Nu had je het geld genomen. De prijs. Wat hadden ze dan niet gehad als prijs als ze het geld hadden genomen? Even snel, Pierre. Oost-West, Thuis-West. Dan had u bij oom Piet in Waalwijk thuis kunnen gaan kijken. Hij had u geholpen bij het totaal nieuw inrichten van uw woning. En dan had u kunnen blijven uitzoeken totdat de kassabel 15.000 gulden aan had gegeven. Maar dat was nog niet alles. Daar komt hij om. Hoeveel gaan we spelen? We hebben nog 3-12 in hoop dat je het haalt. 4.000 gulden. Vraag luidt. De klok gaat lopen. Waar in Nederland werd vannacht de laagste temperatuur gemeten? Hoeveel graden was dat? Waar in Nederland? Bel met het KNMI of met Jan Pelleboer. Kranten. Jongens, ga eentje bellen. Wie kan ik bellen? Wat is het nummer van Pelleboer? Weet iemand het nummer van Pelleboer? Het weerbericht. Hè? Waar staat het weerbericht altijd? Het weerbericht, denk ik. Concentreer je rustig nog, we hebben nog tijd. Maar het weerbericht is het belangrijkste, het uitgebreid weerbericht. Zoek hem na. Ik zoek mee. Nog precies 2 minuten en 30 seconden. Maar weerbericht, matig het slingen voor. 15 graden op vliegveld Twente en Delen. Stil, stil, het is fout, is fout, is fout, wordt gedrukt. Graden in Eelde. Ja, kom! Doe je, stop of doorgaan, doe je. Wat doe je?
jongens, want stop de klok. Ze zijn gestopt. Ja. 2:02. Want dat, jawel, jawel, ik vind het belangrijk om te stoppen. Want ja. Wat had de opdracht geweest? Ik wil hem nog wel even zien. Ja, oké, Marjolein. Wat een spanning is dit. Dat had geweest een gat in de muur. Ik had hem even gauw laten zien. Laat de zak met ballen maar even zien. Anita, je staat bij de hoek van de trap. Pak de zak maar even. Bij de muur staat hij. Staat bij de muur. Nou heb je met je handen. Die zak, Anita, dat is helemaal nieuw voor je, lieverd. Dat heb je ook niet gerepeteerd. Deze zak met ballen had door de muur gemoeten. Dan loopt ze weer van me vandaan, alsof ze bang is. Gaat ze weer aan die kant staan? Nou, dat hebben we ook weer. Ja, dat hoeft niet. Nee, ik wou het alleen even voordoen. Hallo? Ja. Kom even gauw achter het muurtje. Ik ben zo terug, jongens. Nog even, ja. Deze zak had er doorheen gemoeten. En die ballen erbij. Dat was een waanzinnige klus geworden. Ja. Je neemt in ieder geval niet rechts. Laten we zien wat je niet hebt genomen uit de rechtertunnel. Pierre, ga je gang. Uit de rechtertunnel. Het is een blijf kamperen, zei ik. Maar dan in deze tent. We zullen het u besparen. U had een model als aandenken aan de sterrenshow gekregen met een waarde van 15 gulden. Dat heb je niet. Je hebt wel 10.000 gulden. Of nog één keer een schot voor de boeg. Daar gaat hij de laatste keer. Atja champur, ketjap tauge, saté. Als u de boodschappen doet, weet hij heel goed wat ik bedoel. Je mag doorgaan, Pierre, want ze nemen het niet. Er is. Atja champur, ketjap tauge, saté, zei ik. En ook zonnebrandolie. Ja, ja. Onze nationale trots. Betrouwbaar in de lucht en geheel verzorgd. Betrouwbaar op de grond van Indonesië. Zij letten op de prijzen. Een 14-daagse geheel verzorgde rondreis door Indonesië. Met een waarde van 20.000 gulden hebt u niet. Maar wat ze wel hebben is 10.000 gulden. Een ovatie van u allemaal. Morgenavond alweer een sterrenshow op Nederland 1. U weet het, de VARA en Humanitas. Met elk lot een beter lot. Dit was vorige week vrijdag. Morgen zijn we er weer. Dank u wel. Sterrenshow heeft ook vanavond weer mensen de kans gegeven. U zag Cruz en Nancy Klaver, de zusjes Mirjam en Glenda Spier en de winnaars Diel en Hayo Strik. Wat zij gewonnen hebben is een huiscomputer, hutspot, een 160-delen cassette, een fotocamera, een wekker en 10.078 gulden. Proficiat.